Bijvoorbeeld als een jongen langsliep die niet voor zichzelf kon opkomen, gaf zeg maar plathand op zijn achterhoofd. Als je mensen pest, dan ben je in mijn ogen één grote loser. Maar toch, het pesten gebeurt nog steeds. En vooral online. En juist omdat jongeren geen melding maken, wordt er niks tegen gedaan en komt er dus ook geen einde aan. Maar wat kan je er nou tegen doen? Wat is de juiste oplossing tegen pesten? Wij zijn in Rotterdam om in de week tegen het pesten dit uit te zoeken. Wat is een gepaste straf voor pestkoppen? Ja, stenigen. Opsluiten. Nou, dus wanneer ze erachter komen dat er gepest wordt, dat er echt ingegrepen wordt door de politie en zo. Hoe lang? Heel lang. Ik ben echt tegen pesten. Een goede straf voor pesten is denk ik een boete, man. Ja, ik denk zeg maar de pestkoppen zich laten voelen, hoe de gepeste kinderen zich voelen. Zij vinden het leuk om te doen, maar ik denk het beste gewoon zij zelf. De mensen die zelf pesten moeten weten wat ze doen. Ze moeten gewoon beseffen van, hé, dit is niet goed, man. Alleen dan gaat het echt stoppen, snap je? Taakstraf is wel gepast. Hoe lang? 8 uurtjes, 10 uurtjes, zoiets. En hoe hoog moet die zijn, denk je? Rond de 5 barkies zo. Ja. Is het niet beter om ze gewoon te vernederen zoals zij andere mensen ook vernederen? Nee, dat is ook weer te overdreven. Ja. Het is iets moeilijks, want pesten kan persoonlijk zijn, zeg maar, weet je. Denk wel gauw boete, man. Ja. Je doet ze wel pijn in een portemonnee, toch? Ja. Ook mensen die pesten zijn meestal onzeker. Zelfstraf? Als het zo erg zou zijn dat iemand bijvoorbeeld zelfmoordneiging krijgt, dan misschien wel, ja. In de cel? Maar is je zo goed, ja. Zelfstraf is weer te veel, maar om boete denk ik dat wel goed is, man. Ja. Zijn jullie zelf vroeger gepest? Ja, niet echt, nee eigenlijk. Nee. Maakte je het mee om je heen? Ja, dat wel, tuurlijk. Maar ik was wel iemand, ik kwam van op voor die mensen die gepest werden, ja. Hoe werd jij gepest en met wat werd jij gepest? Hoe zeg je dat? Ik kom uit Hilgersberg. Ja. En ze hadden toch wel mensen altijd een beetje van, papi dit, papi dit, papi zo. Ja, ik had dus van, hou dat je bek dicht. Baken op de achterhoofd of zo, of een beetje echt moeders vernedigen of zoiets. Ik had vroeger wel vrienden die ook pesten, maar ik vond het niet tof. Dus altijd als mijn vrienden een beetje pesten, dan ging ik weg. Ik was altijd van voetbal, dus ik ging gewoon weg. Dan ging ik gewoon in mijn eentje een beetje voetballen. Ik heb wel eens meegemaakt, weet je wel, omdat ik ook niet echt er heel normaal uitzie of zo. En dat ik ook een beetje artistiek ben of zo. Ja, daar word je wel natuurlijk een doelwit. Maar ik ging zelf judo doen. Dat heeft mij zeker geholpen. En hoe zorgde jij dat ze wegbleef van jou? Heel neutraal reageren. Als je er aandacht aan gaat geven, dan vinden ze het alleen maar leuker. Bijvoorbeeld als een jongen langsliep die niet voor zichzelf kon opkomen, gaf zeg maar plathand op zijn achterhoofd. Greep je wel eens in? Ja, soms vond ik het wat te ver gaan. Dan zei ik van, hé, je moet niet zo doen, het is genoeg geweest. Maar je kan niet te veel doen, want je matjes luisteren ook niet altijd naar. Ze vinden het grappig toch, dus. Ben jij vroeger wel eens gepest? Nou, ik had een beugel, ik droeg een bril. Ik was echt, ja, niet dat ik niet dun ben, maar ik was echt dik. En als je dan een mollig iemand in je klas hebt en dan bollen of zo, dat is niet leuk, weet je. Daar kan het kind ook niks aan doen op dat moment. Ik denk dat die ouders gewoon betere opvoeding moeten geven. Ja, denk je dat het daarmee te maken heeft? Daar heeft het zeker mee te maken. En ook nu met de digitale tijdperk waarin we leven, het gebeurt ook heel veel online, hè? Ja, dat is nog erger eigenlijk. Daar kun je helemaal niks tegen doen. Bijvoorbeeld achter iemand een locatie komen en zo. De politie heeft geen mandaat om dat te checken. Moet dat kunnen, denk je? Ja, ik vind het wel, want heel veel dingen die juist doordat het online gebeurt, diegene gaat er zo diep, krijgt trauma's en zo. En ja, je hebt ook veel gehoord dat mensen zelfmoord plegen, juist door dingen die op social media gebeuren. Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan? Is dat wij, de ouders, iedereen, de school, iedereen, social media, iedereen, Facebook? Iedereen. Het is gewoon, ja, iedereen moet het doen. Je kan niet zeggen één instantie moet pestkoppen aanpakken. Dat gaat niet werken. Een hele groep moet het doen. Bij de school, nou eigenlijk bij een beetje bij iedereen gewoon. Speelt de school daar een grote rol bij? Ja, ik vind van wel. Ja want ik, uit mijn ervaring weet ik dat ze er heel weinig aan doen op school. Nou, wees gewoon vooral jezelf. Maar je kan eigenlijk beter een positieve wending aan het leven geven. En gewoon scheid te hebben aan wat mensen van je zeggen, man. Want mensen hebben altijd wel een mening. Daar hebben we allemaal geen tijd voor uiteindelijk. De klok tikt uiteindelijk verder. Nou, zoals je gepest wordt, is niet fijn. Maar hou je sterk, durf er wat van te zeggen en durf ook naar anderen te gaan, zodat je hulp kan vinden bij iemand anders. En als je pest, moet je echt niet doen. Dat is echt heel laag. Wat is volgens hun de beste oplossing tegen pestkoppen? Opsluiten!